Nou, we staan hier onder de A7. Het verkeer rijdt nu over de brug zoals het normaal altijd rijdt. Hè? Vanaf zondag, de 7e, dan gaan we het hierboven opnieuw helemaal compleet inrichten. Daar rijdt al het verkeer nog steeds in twee richtingen over één helft van de brug. Na 2,5 maand draait dat om. Dan gaan we op die helft waar het verkeer dan rijdt werken. En gaat het verkeer naar de andere helft van de brug. En dan zijn we voor 1 september klaar. Ja, we staan nu bij de Purmerendeweg. Ideale sluiproute. Wat gaat hier gebeuren? Op deze plek in de Beemster, die je hier op de kaart ziet en hier aan de Purmerendeweg, daar komen inrijverboden. Purmerendeweg, Jesperweg, Middenweg en Nekkerweg, die worden afgesloten in de ochtendspits tussen 6 en 10 uur op deze punten. Maar ook in de gemeente Edam-Volendam zie je plekken waarbij er tijdens de spits inrijverboden komen. De stad Purmerend die willen we wel zo goed mogelijk laten draaien. Het is ook een OV-stad. Dus Purmerend zelf heeft ook een plan gemaakt om dat te doen. En dat betekent dat zij in samenwerking met ons het verkeer gaan doseren aan de stad. Aan de rand van de stad moet ik zeggen. Dat betekent weer dat aan de rand van de stad stoplichten staan die verkeer gedoseerd de stad inlaten. We staan hier in Broek in Waterland. Normaal is de spits hier al heel druk. Dat gaat nog veel erger worden, denk ik. Ja, het zal hier ook echt pittig worden gedurende die 5 maanden. Hè. Dat gaat hier echt veel meer hinder opleveren dan dat er nu is. Vrachtverkeer raden we dan ook aan om de andere route te nemen via de A8 Zaandam. Het gewone autoverkeer hoef je niet te rijden. Werk dan thuis, moet je wel reizen, pak de trein. Zodat we zo min mogelijk hinder gaan krijgen. Maar dat het een pittige periode wordt, dat zal het zeker worden.